Hi Schorpioen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 31. En dat is van maandag 31 juli tot en met zondag 6 augustus. De kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het weg, vrouw, alsof deze week een week is waarbij je echt wil wikken en wegen. Nou goed, hè, dat past natuurlijk ook al bij je horoscoop. En is ook een stukje waarschijnlijk, zoals je heel goed weet, dat bepaalde zaken kunnen gaan. Het lijkt namelijk alsof je ergens heel erg over twijfelt, maar niet helemaal goed weet hoe je dan die verandering moet gaan brengen. Je kunt daar dus ook echt over blijven wikken en wegen en zelfs een beetje... ja, verstrand raken in bepaalde ideeën. Het is natuurlijk aan jou, hè, wat je daarmee doet. Ik kan heel makkelijk zeggen van laat het even los en kijk later verder. Maar dat kan soms natuurlijk net een wat lastiger stukje zijn. Wat ik dus wel zou aanraden als ik jou was, schrijf het ook uit, hè, of op de manier hoe jij dingen wil verwerken. Want het kan zijn dat je het echt even lastig vindt om eruit te gaan. En het niet het idee hebt dat je het kunt delen met andere mensen. Dus op het moment dat je dat gevoel hebt, dan wordt het eigenlijk nog zwaarder. En zou ik vooral zeggen, kijk of dat je het kunt uitschrijven wat bijvoorbeeld je voor's en je tegen's zijn. En hoef je niet meteen dat besluit te nemen, hè, want zeker op het moment dat je daar te veel over aan piekeren bent, moet je dat besluit helemaal niet gaan nemen. Maar een voorbereiding of hè, voelen van bij jezelf, bijvoorbeeld door middel van meditatie of door middel van voordat je gaat slapen vragen van wat wil ik daarin nu wel eigenlijk, kun je natuurlijk wel kijken of dat je bijvoorbeeld meer antwoorden kunt gaan krijgen. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.